Deze beschouwing, die gaat wederom in op uitspraken van Francis Capella. Ik heb vanavond nog een stukje naar hem geluisterd. Waarin hij het heeft over de oorzaak van het universum. Maar daar heeft hij nog niks over verteld. En ik ben al ben een tijd aan het luisteren. Een half uur aan het luisteren. Maar ik ben pas halverwege, maar... Hij heeft al wel wat, denk ik, een tip van de sluier opgelost. Met de opmerking. Um, wat staat er nou hier? Tot de tol. Ik heb een hele hoop. Ik heb, een, ik heb dus in totaal meer dan een uur, misschien een anderhalf uur, naar Francis geluisterd. En meer dan dertig uitspraken van hem even opgelost. Opgeschreven. En hij zegt dus ergens dat er geen ordening is in het universum. Ja, ik zit hier staan. De enige orde in het universum is de dood. Nou, misschien dat ik het daar wel over kan, dat dat eigenlijk al genoeg is, hè, maar... Laat ik dan even uitleggen wat, die, wat ik allemaal opgeschreven heb. Um, maar in ieder geval dat de enige orde in het universum de dood is. Dat is er wel één om even bij stil te staan. En wat er ook bij hoort is de vraag: uh, moet het leven een doel hebben? En, en ook, er was een vraag van hem: uh, als ruimte en tijd begonnen zijn met de schepping, hoe kan God dan daarvoor er al geweest zijn? Want de tijd begon met de schepping. Dat is wel aardiger, toch? En een hele belangrijke hier, vind ik zelf. Als het geloof een pad zou zijn naar de waarheid, dan zou er geen scheiding zijn tussen katholieken en protestanten. En dan krijg je de vraag, de Koran of de Bijbel? Ook een goede vraag. En dan hier, het, uh, dat is iets waar hij dan prat op gaat: is dat de wetenschap geen aannames doet. En alleen van vaststaande dingen uitgaat. Oh, hier staat het, ja. Het heelal is niet ordelijk. Dat heeft hij ook een keer. Ik heb dus net aangehaald. De enige orde in het universum is de dood. En hij heeft ook gezegd: het heelal is niet ordelijk. Dan zegt hij ook ergens, de Bijbel is geen boek, maar een Biblios. Dat is een verzameling boeken. Maar ja, hey, dat, dat, dat is een beetje een kinderachtige opmerking, vind ik hoor. Want dat weet je toch, dat weet jij hopelijk ook. Het is natuurlijk wel zo dat de Bijbel een kop en een staart heeft. Hè? Dus het eerste woord van de Bijbel, dat is bereshit op zijn Hebreeuws. Dat is vertaald in het Engels met... In de beginning. En in het Nederlands met uh, in het begin. In het Hebreeuws is het woord bereshit. Uh, Hebreeuws is een, een taal met een bijzondere. Uh, ja, ja, het, het is niet zoals Nederlands. Ik zou niet eens goed weten hoe ik dat nou, hoe ik het Hebreeuws nou moet karakteriseren. Maar het zit anders in elkaar. Bijvoorbeeld, dat woord water. Dat is in het Hebreeuws mayim. En mayim, dat is meervoud. Want yim, of im, is meervoud. Dus uh, Ayelda bijvoorbeeld, dat is uh, de, de, de vrouw. Of Yelda is dan de vrouw, het meisje. Dus. Maar dan uh, Yeldim, dat zijn dan de meisjes. Of, of meisjes. Dus Im is uh, meervoud. Dus water, wat wij dus water noemen. Uh, <laughs> uh, wij hebben water en wateren. Maar in het Hebreeuws heb je alleen maar uh, wateren. Dat is meervoud. Je hebt dat niet maai. Dus als je dus in het Hebraeus zegt, uh, mag, ik, uh, mag ik wat water? Uh, dan vraag je dus in het Hebraeus, uh, mag ik wat wateren? Dus je vraagt om een meervoud. En dan krijg je niet twee glazen water, nee, dan krijg je één glas maïm. Nou, zo is Bereshit dus ook een aparte betekenis. En het is moeilijk te vertalen en het is waarschijnlijk goed vertaald met de kreet in den beginnen. Maar je vat hem niet helemaal. En het heeft alles te maken met dat tijdsbegrip. Bereshit is ook wel wat we ook al genoemd met nieuwe oogst of first fruit. Dus die uh, John Kostik, die staat onder deze uitzending, als je een beetje naar beneden scrolt. Die, uh, die worstelt in leuke oefeningen met het Hebreeuws. Dat is een Amerikaan. Met Nederlandse voorouders of zo. Want hij noemt zichzelf uh, Your Dutch Uncle. En die is daar leuk mee bezig. Maar uh, Bereshit betekent als woord ook nog een keer een zinnetje. En dat zinnetje luidt: Zoon, God, destructie, hand, kruis. Dan zou jij zeggen, jeetje, wat is slechte zin. Het ja. loopt ook niet lekker. Hè? Maar het slaat wel op datgene wat in, het vierde, in die vier evangeliën verteld wordt. Namelijk de kruising van de Zoon van God. En dat staat dus in het eerste woord van het eerste vers van het eerste boek van het Oude Testament. Dat is opgeschreven. Ja, meer dan duizend jaar voordat uh, dat hele ding zich voltrok. Misschien nog wel langer. Die kruising ging dus. Hè? Dus in die zin is de Bijbel wel een boek. Aan de andere kant heeft uh, Francis helemaal gelijk als hij zegt: het is een verzameling van boeken. En dan zegt hij uh, dat het geloof van de mohammedaan hetzelfde is als het geloof van de christen. Ja, daar kunnen we het over hebben. En dan zegt hij ook nog: God is dood of onverschillig. Dat vind ik ook wel een goede opmerking. Ik ben het niet met hem eens. Ik denk niet dat. Ik ben het niet met hem eens. Maar ik zou het niet zeggen. Ik zou ook niet weten waarom ik dat zou willen zeggen. Ik kan me alleen maar voorstellen dat als je zoiets zegt, dat je dat zegt vanuit een bepaalde negativiteit. Misschien is ook dat wel de samenvatting van het geheel. Van, kijk, als jij als mens. Ja, dus niet Frances van Capelle, Capelle, maar gewoon jij die niet naar luistert. of een ander mens. en die zegt dat hele gedoe met religie. ik vind het allemaal helemaal niks. Hè? Dan zou ik zeggen. nou, dan, dan, dan ga je toch lekker wat anders doen. Dan ga je volleyballen. of biljarten. Dan moet je het er helemaal niet over hebben. Dat is eigenlijk, dat is denk ik het grote punt van mij naar Francis Capella toe. Maar als je het helemaal niks vindt... dan moet je het er ook niet over hebben. En dan kan je nog er tegenin brengen van... ja, maar ik, ik vind dat het hier gaat om een maatschappelijk probleem... en dat probleem wil ik aanpakken. Ik vind religie heel slecht voor de samenleving. Dat zegt hij ook ergens hoor. Ook een andere uitspraak van hem is dat hij zegt geloof staat gelijk aan geweld. Dat zegt hij niet letterlijk, maar hij, hij zegt dat ergens. En dan haalt hij voorbeelden aan als uh, die Mohamedaanse uh, jonge mensen... die met bommengordels, of bomgordels, hoe heet dat? Is het nou bommengordels met een N? Of bommengordel? <laughs> nou, je kent het wel, die zelfmoordterroristen... En dan trekt hij de lijn door naar Noord-Ierland, waar Godsdienstoorlogen zijn geweest. Nou, kijk, als, je, als het je daarom gaat en dat je vindt dat die godsdienstoorlogen moeten stoppen. Dan help je de zaak niet door ongenuanceerd de Bijbel af te gaan lopen zeiken. Want hij zegt ook ergens, de Bijbel is een vulgair sprookjesboek. En hij zegt, in de Bijbel wordt opgeroepen tot cannibalisme... Nou, hij zegt eigenlijk, het geloof roept op tot cannibalisme, maar even later heeft hij het erover dat in de Bijbel gesproken wordt van kinderoffers. En dat onze God, dus de vader van onze vader, dat hij wil dat wij onze kinderen aan hem offeren. Dat klopt niet. En als je dan nu aankomt, ja, maar pirrie, in het verhaal van Abraham dan? Ja, maar jongen, Kijk, als je in het verhaal van Abraham, even voor degenen die dat niet weten... Kijk, Abraham die kreeg door, die kreeg van God te horen, dat vond Abraham trouwens, hè, dat hij zijn eerstgeboren zoon moest offeren aan God. Nou, en voordat het zo ver kwam, toen kwam er een, een lam of zo, raakte verstrikt in, in ieder geval er gebeurde iets al te toevalligs. En toen was er een offerdier. En toen werd dat dier geofferd. En dan moet je niet gaan beginnen met. Ja, nou, en ik vind het offer en zo weer. Dan vind ik echt zo'n beetje van. Nee, nou, ik kan het wel. En ik vind het helemaal niks. En met bloed en al. Nou, Zunus! Dat was in die dagen zo. Het is het Oude Testament. En dat een vader zijn zoon offert. Dat zou God later zelf doen. Dus je kan zeggen dat dat verhaal met Abraham en dat God dus hem te kennen gaf dat een vader zijn zoon moet offeren. En dat Abraham dacht dat hij het dan moest doen en dat het God er eigenlijk om ging om Abraham duidelijk te maken dat God de vader zijn zoon moest offeren. Dat moest goed duidelijk worden voor de mensen dat dat op het menu stond, dat dat het plan was. Dat was al in het eerste woord van het eerste vers van het eerste boek van het Oude Testament, namelijk Bereshit. Zoon, God, destructie, hand, kruis. De Bijbel is een vreemd boek. En daar staan hele bizarre dingen in. Maar dan moet je niet dan helemaal. van de Bijbel moeten we onze kinderen offeren. Nee. Dat staat er helemaal niet. Je hebt alleen maar dat verhaal met Abraham. En dan zijn er in de Bijbel ook nog een aantal genocides. Waarbij hele volkeren. inclusief hun veestapel. Alles werd met de grond gelijk gemaakt en gedood. En daar ging altijd een geschiedenis aan vooraf. Goed beseffen dat mensen... Kijk maar naar de hedendaagse cultuur. Hè? Kijk naar de Nederlandse cultuur. Wij hebben een secretaris-generaal gehad van justitie... En die man die heeft seks gehad met jonge homoseksuele mannen. En hij vroeg niet. Hij had het graag met jongen. Hij wilde graag met jonge homoseksuele mannen seks hebben. En hij vroeg niet altijd hoe oud ze waren. Dat heeft hij laten voorlezen bij het NOS-journaal. Nou, er zijn ook allerlei jongetjes. Nou, of jong, jonge mannen dan inmiddels. Die zijn naar voren gekomen en die hebben gezegd dat zij toen ze 12, 13, 14 jaar oud waren, dat ze toen betaald zijn geweest voor seksuele handelingen met diezelfde man. Nou, het hebben van seks met een prostituee, dat is legaal in Nederland, daar kan je niet voor gearresteerd worden. En dan dient die prostituee 18 jaar of ouder te zijn. Dat staat in de wet. Nou, de secretaris-generaal van justitie zegt. Van, ja, moet je luisteren, ik heb, doe het graag met jonge uh, homoseksuele mannen. En ik vraag niet altijd hoe oud ze waren. Uh, dat is hetzelfde als wanneer jij wordt aangehouden op de snelweg voor te hard rijden. En dat jij tegen die agent zegt: Ja, van, ik kom graag op tijd voor een afspraak. En ik kijk niet altijd uh, hoeveel kilometer ik per uur rij hoor. Dus. Uh, hè? Kijk, en jij gaat wel betalen voor die snelheidsovertreding. Als jij tegen die agent zegt: Van je luisteren, ik krijg graag een beetje door. en ik kijk niet altijd hoe hard ik krijg. dan lacht die agent je vierkant uit. En die zegt: nou, Hier heb je een bon en betalen. Sukkel. En als je niet betaalt, ga je naar de gevangenis. Maar de secretaris-generaal van Justitie. en dan hebben we het niet over een snelheidsovertreding. maar over het hebben van. Uh, het verrichten van seksuele handelingen. Met mensen waarbij dat dus verboden is, namelijk minderjarigen. Ja, die krijgt een fijne receptie bij zijn pensioen. Kijk, en kom nou niet aan met het verhaal van... Ja, ah, maar dat was maar één rotte peer in de mand of één rotte appel. Ah, dat was maar eentje, man. Nee. Ik ben ooit begonnen met mijn verhalen op internet... De naar aanleiding van het seksuele kindermisbruik... en de schandalen die daar omheen hingen hier in Nederland... Dat was mijn eerste aanleiding om in de microfoon te klimmen. Ik wil maar zeggen, de immoraliteit onder de mens is reëel. En in de tijd van het Oude Testament was het Mozes die van God te horen kreeg als men dus weer eens last had van zo'n immoreel volk. Om zo'n hele immorele volk maar uit te moorden. En dat gebeurt niet uh, elke pagina, maar het gebeurt wel een aantal keren. En met het Nieuwe Testament is dat over. En als je het Oude Testament helemaal doorleest, dan snap je ook dat, het Nieuwe, dat in het Nieuwe Testament dat het over moet zijn. Het oude Testament heet ook wel de oude overeenkomst tussen de mens en God, en het nieuwe Testament heet de nieuwe overeenkomst tussen de mens en God. En in het nieuwe Testament kan je met de beste wil van de wereld geen dingen vinden waar jij je als Bijbelcriticus over kan opwinden. Ik kan me niet voorstellen. Francis Capelle wel, want die maakt zich erg druk over het feit dat Christus heeft gezegd: als je denkt aan overspel, dan heb je het al gepleegd. En Francis Capella vindt dan dat je dat iemand niet mag aanrekenen. Ja, nou en ik sta aan de kant van Christus. Ik vind iemand die denkt aan overspel, uh, ja, die wil ik niet meer als partner. Dat zou ik heel erg moeilijk vinden. Ik dus zou dat moeilijk vinden. Als, mij, als ik weet, niet dat je dat kan weten, maar, ja. maar stel dat je er op een of andere manier achter zou komen dat iemand eraan denkt, overweegt om vreemd te gaan. Ik zou het verschrikkelijk vinden. Ik zou, dat, ik zou het verschrikkelijk vinden. Dat is mij trouwens ook overkomen meerdere keren. Ik vind het erg vervelend als mensen vreemd gaan. Dat doet me erg pijn. Deed mij erg pijn. Nou, niet meer, want ik begin niet meer aan die onzin. Want die monogame relaties, die dan uiteindelijk eindigen met. Ja, ik heb er nog eens over nagedacht, hè, maar uh, als we nou serieel monogaam doen. Dat ik het niet met twee mannen tegelijkertijd doe, maar dan doe ik het met de ene man en daarna met de andere man. Dat is toch ook monogaam? Dat is serieel monogaam. Nou, ik ken die lichtpartijen. Maar als ik zou weten dat iemand dat dus overweegt, dat hij daaraan denkt aan vreemd te gaan, dat zou me net zoveel kwetsen. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. En Francis Capelle vindt dan van niet. Die vindt dat als je partner denkt aan vreemd gaan, ah, dat, 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 dat doet het hem, voor hem helemaal niet toe. Nou ja, daarmee is hij dus een andere moraal toegedaan dan ik. Dat schept wel een afstand tussen hem en mij. Want die keren dat die, die vriendinnen, zogenaamde vriendinnen van mij, vreemd gingen, die hebben mij bijzonder pijn gedaan. Dan pak ik even wat opmerkingen dan bij dan om verder uit te diepen. Want even ter lering en de vermaak: kijk, wat, waar Francis mee komt, die denktrand, die ken ik heel goed. Eigenlijk zie ik het terug in elke atheïst die ik tot nu toe aan het woord heb gehoord. En als ik het mag samenvatten, is dat ze uiten dan kritiek op de Bijbel die, ze, die, die niet uh, refereert aan de precieze versen en het ook niet heeft over de context. Dus als er dan wel een vers wordt genoemd, bijvoorbeeld, ik heb een hele discussie gehad met iemand. en die begon in één keer over uh, Numeri uh, hoofdstuk 31, vers 17. Nou, en dan ga ik dan, ik wist er helemaal het hele boek van Numeri. ja, ik ken de Bijbel niet uit mijn hoofd. En dan lees je dat, en dan lees je dat vers, en denk je, ja, er staat niet nogal wat. En dan ga ik dat helemaal uitzoeken. En dan blijkt dat het gaat om weer een zo'n moordpartij. Waarbij een immoreel volk met, ja, totaal wordt afgeslacht. En in dit geval worden de jonge meisjes, voor zover ze nog maagd zijn, dan moet je nagaan. Hè. Dit was een volk waarbij je er niet van uit kon gaan dat meisjes van 6 jaar dat ze nog maagd waren. Ja, Kan jij je voorstellen? Hey, laat even een pauze vallen. Dit, over dit tuig heb je het, hè? En dat tuig is afgeslacht. Nou, die, die meisjes van 6 die nog maagd waren, die hebben ze in leven gelaten. Ik zeg hem even, meisjes van 6 staat niet letterlijk, maar het gaat om hele jonge meisjes die nog maagd zijn. Nou, was je dus als meisje geen maag meer, huppakee, dan ging je ook kopje eraf. Iedereen werd afgeslacht. Ja, het is niet een verhaal wat je nou lekker kan lezen voordat je gaat slapen. Dat snap ik ook wel. Maar het is niet zo dat God zomaar even de opdracht geeft om een heel volk uit te moorden. Het ging wel over een immorele bende. En over ziektes die uitbraken. En nou, dan moet je het hele boek Numeri gaan lezen. En niet beginnen bij hoofdstuk 31. En zo heeft um, Francis Cappelle dan ook een opmerking over Exodus 21, vers 7 of zo. Nou Daarbij heb ik dan hetzelfde laken in het pak. Deze ken ik dan dus niet, hè? Exodus 21, vers 7. Ja, daar moet je dan ook weer in duiken. En dan kijken wat daar staat. En dan zegt Francis van ja, dat heb ik al eens vaker gedaan met voorgangers. En dan zeggen ze: dan moet je de Bijbel niet zo letterlijk nemen, en dit moet je zo interpreteren, en dat moet je zo interpreteren. En dat vind ik maar gehouden hoor. Ja, dan, dan wil ik graag weten: wat heeft die voorganger nou precies gezegd? En over welk vers had je het dan? Maar hij houdt het heel wollig, Francis dus. En dan schiet je, schieten we niet op. En dat doen vele van die atheïsten. Die, uh, die hebben zo weinig achting voor de Bijbel... dat ze ook geen zin hebben om het minutieus te lezen... en het echt goed te gaan vergelijken met wat er hier staat... en wat nou daar staat. Jurgen Gliesman dat is iemand die bestudeert de Bijbel heel goed... en die gebruikt dan bijvoorbeeld I-soort... E Elektronisch zwaard. E-streepje en dan zwoord. Zwart op zijn Engels. Soort. Zwaard. E-soort. En daarin, in e-soort, heb je dan allerlei kruisverbanden die worden gelegd. van hier naar daar, van zus naar zo. En dit woord moet je in die constructie betekenen dat. dat En dit woord. Bl -bl 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 -bl. Want er zijn niet nogal wat woorden die. Ja. ja. die moet je wel even snappen. Het woord gay bijvoorbeeld. staat ook in de Bijbel. Dan zie je wel, de Bijbel is van gay. Nee. Wat <laughs> betekent dat betekende toen iets heel anders? De Bijbel is een, een heel erg gecondenseerd, samengeperst stuk tekst. Wil je goed lezen? Ja, neem zoiets als Methusalem dat betekent... zijn dood zal brengen. Ja. En wat bracht de dood van Methuselem? Nou, de zondvloed. Kijk, zo zitten dus heel veel dingen. Uh, oh ja, Christus... dat is ook zo'n leuke. Christus, toen hij... Vlak voordat hij gekruisigd zou worden, was er nog dat schouwspel. Want het was een gewoonte toen, dat als er dan zoiets zou plaatsvinden... met een kruisiging en ter doodstelling, dat het volk dan nog mocht kiezen... en dan zou er één van de twee worden vrijgesproken als het volk dat wou. He? Nou, dan was er... Die ene was een crimineel... en die had daadwerkelijk mensen vermoord. En die andere was Christus Jezus. En toen was de vraag aan het volk van die keizer... Die later zijn handen zou wassen in onschuld. Hè? Die vraag aan het volk was. En, uh, wie van de tweeën moet ik vrijlaten? Nou, toen riep het volk de naam van die moordenaar. Maar wat was die naam van die moordenaar? <laughs> Dat is echt geweldig, dit. Dat weet ik pas sinds een tijdje. Sinds ik Hebraeus ken. Nou, die naam van die moordenaar die was Barabbas. En wat betekent Barabbas? Nou, Abba betekent vader. Dus het volk Israëls riep om het vrijlaten van de zoon van de vader. En wie was er nou de zoon van de vader die in de hemelen is? En dat was Christus natuurlijk. Maar in dit geval ging die vlieger niet op, want die moordenaar die heette Barabbas... Nou, de Bijbel is een heel bijzonder boek. En verdient respect en verdient heel veel tijd als je daar. Uh, dus je moet, of je moet zeggen: Ik doe er niet aan. En dan zou ik zeggen: Ga dan wat anders doen. Ga pingpongen, makkemeen. Uh, Kruiswoordrazels oplossen. Uh, ja, uh, leer jezelf uh, iets aan en ga dat doen. Ga iets positiefs doen met je leven. En als de mensen je dan vragen, heb jij een mening over de Bijbel? Dan zeg je, nou, ik heb het zo druk met macrameën. Uh, ja, daar heb ik echt mijn handen vol aan, hoor. Kom je vanavond ook? Ik ga, dus ik ga een, een plantenhanger, ga ik macrameën. Snap je? Hou je gewoon iets bezig met wat positiefs. Maar als je je bezig wil houden met de Bijbel, ja, doe het dan goed. Huh? En ik denk dat het gaan weerleggen van de Bijbel, op basis van het feit, eh, ik vind het helemaal niks, want ik vind het een vulgair sprookjesboek, eh, daarmee kom je er niet mee. Je maakt mij er niet boos mee, en ik ken het allemaal wel, en zo n, zo n, een vriend van mij, ik ken meerdere vrienden van mij, ik ze, en die zijn dan ook atheïst, en die zeggen hele vulgaire dingen over de Bijbel. Nou, die weten er ook helemaal niks van. Tja. Kijk, als die mensen, die, die zo denken, zoals Francis Capelle, stel dat die gelijk hebben. En het hele leven, wat ik zo mooi heb gevonden tot nu toe, dat had helemaal geen doel, helemaal geen nut, het stelde helemaal niks voor. Het was echt een de, ja, de verzameling moleculen. Hahahaha. Ha, ha, ha. Ja, dus uh, Periwinkel bestaat uit. Uh, nou, van moleculen besta ik. Ja? En dan uh, een zand in de, uh, in de woestijn van uh, Negev. Hij heeft net zoveel moleculen. En uh, dat was ook een hele interessante moleculenverzameling. Net als die van Periwinkel. Ja, want zo is het dan, volgens Francis Capella. Ja. Nou ja, stel dat hij gelijk heeft dan. Uh, uh, ja. Ja, dan heb ik dus een hele tijd geleefd uh, in een bepaalde tevredenheid en uh, ontzag en uh, respect. En, uh, en dat sloeg allemaal nergens op. Hè? Ja. ja, er is er ook helemaal niks na de dood. Dus hè, die moleculen hebben dan geen samenhang meer. En ja, daar is het ook niks om over te treuren. En, uh, maar, ja, er is er gewoon helemaal niks. Hè? Aan de andere kant. Als ik nou gelijk heb. en die atheïsten niet. dan zijn die atheïsten wel de bok. En het enige wat die atheïsten dan nog kunnen zeggen. van ja, maar ik heb wel fijn. Uh, uh, ja, lekker geil naar wijven kunnen kijken. en ik heb wel lekker geil uh, kunnen denken aan een overspel. en. Uh, ja, dit was wel een geile tijd hoor. en. Uh, hè? Ja, dat wel. Want ik dus niet, hè. Ik heb dus nooit gedacht aan een overspel. Ik ben niet zo'n heilig boontje. Dat wil niet zeggen dat ik... Uh... Ja. Dat ik niks, nooit niks heb fout gedaan in mijn leven. Ik heb behoorlijk geblunderd. En heb ik gezondigd. Uh... Nou... Nou goed, kijk, Christus is voor mij zonder gestorven aan het kruis, dus ik voel me eigenlijk nergens meer schuldig om. En wel is het zo dat ik in mijn leven een aantal dingen heb gedaan naar andere mensen toe, waarvan ik achteraf dacht van jezus zeg, kon dat nou niet een tandje beter destijds? En die mensen, die heeft, dat was volgens mij de heilige geest. Die mensen die kwamen achterin volgens op mijn paden, dat ik allemaal kon zeggen, oh. Goed dat ik je weer zie na al die jaren. Heb je binnenkort tijd om? En dan ging ik met de ene ging ik koffie drinken, met de andere ging ik bier drinken en met weer een ander ging ik uit lunchen en ik drie of vier heb ik er afgewerkt en betaald. Daar stond ik op. Je betaalt voor de koffie, betaalt voor het bier, betaalt voor de lunch, gewoon betalen. Ik trakteer. En dat heb ik uitgelegd aan die mensen: maar Nou, als ik nu terugkijk op die tijd, dan ben ik niet trots op wat ik heb gedaan. Ik kan het niet ongedaan gemaakt, uh, maken en uh, het is een beetje raar om sorry te zeggen, want het is allemaal al gebeurd. En nou, ik ben er niet trots op dat ik het heb gedaan. En uh, ja, ik wil dat je weet dat ik me nu bewust ben van het feit dat je dat soort dingen niet moet doen. Dus de kans dat ik het een ander nog een keer aan zal doen, die lijkt mij behoorlijk kleiner geworden dan, dan het ooit was. En voor de rest heb ik de laatste tijd het idee dat ik niet echt zondig bezig ben. Ik zou niet weten waarmee. Er was zo'n atheïste, dat is dan ook een volger op internet. En die begon er dan over van, ja, maar jij hebt alcohol gedronken, dus jij moet je bek houden. Kijk, dat vind ik flauw. Dat vind ik natrappen. Dat moet je niet doen. Ik heb alcohol gedronken en het was uit frustratie. En daar ben ik van de een op de andere dag mee opgehouden. En daar zeur ik helemaal niet over. Ik, heb ook geen, ik ben niet naar de huisartsenpost gegaan. Ik heb ook geen begeleiding aangevraagd. Ik was helemaal niet gezeken. En ik heb mijn bier altijd netjes betaald. Ik heb nooit gestolen bier gesopen. Helemaal nooit. Mijn rekeningen in de kroeg, die zijn allemaal... Ik heb nooit op rekening gedronken. Altijd contant afgerekend. Dus die mensen moeten niet zeuren over het feit dat ik alcohol gedronken heb. En het feit dat ik daar openlijk over spreek... en je daar dan vervolgens dat je daar misbruik van gaat maken... Nou, dat zegt meer over zo'n atheist. Ik zal het in dit geval en dan uit respect voor die jongen dan zijn naam niet noemen. Maar het was dus iemand die dus reageert op mijn filmpjes. En die zegt, ja, jij hebt gedronken... Ja, ik ge... noem het maar gewoon een kutopmerking, vind ik dat. trek ik mij niks van aan. Kinderen achter iemand. En die opmerking van Francis Capelle... die vraag, moet het leven een doel hebben? Nou, als het leven geen doel heeft... Dan is er geen noodzaak voor moraal. Dat is het punt. En het enige wat dan overblijft, is dat je dan als atheist. Kijk, een atheist heeft per definitie geen doel in zijn leven. Ik wel. Ik heb de overtuiging dat mijn leven een doel heeft. En dat het belangrijk is wat ik doe elke dag. En als ik nu kijk naar. Als ik bijvoorbeeld kijk naar, de, naar het gemak waarmee je kon stoppen met drinken. Dan denk ik dat. God, de Heilige Geest, of Jezus Christus, dat die met mij is. Die geeft mij die power om er gewoon in één keer mee te kappen. Inclusief tabak roken hè? en wietroken. Nou, wietroken wiet roken is niet zo verslavend. Maar, maar tabak roken wel. Dat is niet niks. En kan ik dat zelf? Uh... Nou, ik heb zwaar het gevoel dat ik daarin een handje geholpen ben. En daar ben ik een handje in geholpen, omdat God dat liever van mij had. God vond het een goed idee. En God heeft mij ook te kennen gegeven. Dat... Dat belachelijke gezuip van mij. Dat... Nou... Ik denk eigenlijk dat hij dat... Voor een deel wel oké okay vond. In de zin van... Uh, nou, laat hem maar even gaan. En, uh, het is een raar jong En het is hij. En... TZT uh, geef ik hem wel te kennen dat de koek op is. En dat was op een zondag, was dat zo. Dus ik, uh, ik zei tegen mezelf, uh, de koek is op. Want toen was het ook nodig. Nou, ik geloof dat het leven een doel heeft. En dat geloof ik niet alleen voor mezelf, dat geloof ik ook voor iedereen in mijn omgeving. Dat kweekt bij mij een innerlijk respect voor iedereen in mijn omgeving, omdat ik zie dat iedereen bezig met, is met het vervullen van zijn levensdoel. En waar dat op termijn naartoe gaat, ja, dat. Ja, Dan moet je je brein heel erg openstellen. Dat is, dat is niet eens makkelijk om dat te beseffen. Ik kan het wel een beetje een beschrijving van geven, maar dat doe ik dan niet. Omdat als ik dat ga doen, jongen, dat wordt echt hartstikke zweverig. Maar ik heb er wel een idee bij, met hoe de hele boel zich aan het ontwikkelen is. En dat er dus iets plaatsvindt over de hele lange termijn. Ik word, ja, er komt deeuwse lente, als God het wil, als God het behaagt. En dan word ik 80. Ja, 70 zal ik wel redden, dat is nog 9 jaar, 9,5 jaar. Nou, 70 red ik denk ik wel. Maar dan wilde ik 80 worden, maar dan is het al een beetje voorbij. Ik word geen 350, maar dan nog. Zo'n tijdsbestek van 100, 200, 300 jaar. Hè? Wat is dat nou in het grote geheel? Tot in het begin van de 19e eeuw, dat is dan nu uh, zeg maar 200 jaar geleden. Toen heeft die, die Duitse schrijver uh, de noodbel, de noodklok geluid over het begrip de Europese dame. Nou, en nu zijn we 200 jaar verder. En nu hoor je allerlei mensen me zeggen. Nou, zeg met die vrouwen en het feminisme. En het heeft maar een grote mond. En ze vragen allemaal scheidingen aan. En ze gaan er met de poen vandoor. En. Dan denk ik, ja, dat werd 200 jaar geleden al gezegd. Die vrouwen die dan beweren van, ja, en wij, uh, wij zijn gelijkwaardig aan de man. Dat zeggen vrouwen, hè? Gewoon met droge ogen zeggen vrouwen dat ze gelijkwaardig zijn aan de man. En als je daar wat van zegt, dan krijg je nog een grote mond ook. Ik wil maar zeggen, in 200 jaar. Hè, dus, er ligt dus nu de, de, de kaart op tafel. Van, het is best vervelend dat wij dus vrouwen hebben. en die zijn ervan overtuigd dat ze net zoveel waard zijn als een man. En uh, wat doen we ermee? Nou, in 200 jaar tijd is er geen oplossing gekomen. We lopen nog steeds de hannesen met die uh, grootmondige dames. die zich niet weten te gedragen. En ik, ik scheer niet alle vrouwen over één kam. Ja, maar af de vrouwen op mijn werk. En, maar dat vind ik ook echt weer de, de perfecte de taakverdeling. En ik zorg ervoor dat het sanitair gereinigd is. En ik zorg ervoor dat die gangen allemaal schoon zijn... Uh, ik zorg ervoor dat er vuilnis in de juiste plekken, in de containers liggen. En wat doe ik nog meer? Daar zorg ik voor. En dat is specialistisch werk. En you believe me, als ik langs ben geweest, dan zijn toiletten schoon. Ook onder de randen. Ook aan de zijkant van de pot. Ja, en ik doe ook moppen. Achter de toiletpot als die vrij staat van de muur. Dat daar de tegelsjes ook schoon zijn. Niet zelden ligt er heel wat stof. Ja, ik kom dus op heel veel verschillende plekken en niet iedereen maakt even goed schoon als ik. Even goed schoon als ik, ja. Als ik dat doe. Ja. En wat doen die vrouwen? Ja, die gaan met die bewoners om. Doen ze hartstikke goed. Boterhammetjes smeren, liedjes zingen, wandelingetje maken, uh, voederen, uh, douchen, aankleden, naar bed brengen. Al die dingen. Ik moet er niet aan denken dat je dat omdraait. En dat je mij de boel daar laat lopen voederen en dat er dan een vrouw. Uh, dan dat sanitaire werk moet doen. Dat zou ik niet goed vinden. En er zijn ook vrouwen die daar in de ondersteuning werken, hoor. By the way. Doe doet ook wel. dat het goed. Anyway. Dat, uh, kijk, vrouwen... Ik zeg niet dat vrouwen uh, uh, niks waard zijn. Ik zeg dat vrouwen hebben hun waarde. Maar ze zijn niet gelijkwaardig aan een man. Punt. En het staat al in de Bijbel. Nou, we hebben dus dat probleem dat vrouwen zich wel gelijkwaardig vinden. Maar dat, hebben we, dat is niet vergisteren, gisteren, dat is al 200 jaar oud. En we hebben er nog steeds geen antwoord op gevonden. En hoe komt het dan dat het 200 jaar al speelt? Nou, dat komt omdat wij zo'n beetje. in die tijd. hebben wij ons afgewend van de Bijbel. En ja. Dan heb je niet meer die, uh, dat morele handvest. En dan gaan vrouwen roepen van wij zijn hetzelfde waard als een man. Dit, dit flap ik even zo uit, uh, uit de losse pols hoor. Maar uh. nou, zoiets, dat moet er wat mee te maken hebben. Of moet. Ja, het moet niet per se. Maar het is wel toevallig dat het samenhangt. Ja. Nou, dat, Maarten Luther, dat gebeuren dat kwam op in het begin van de 16e eeuw. En ja, aan het einde van de 18e eeuw was het protestantisme in Amerika zo goed als de kop ingedrukt. En hier in Europa, wanneer is het... Katholicisme weer officieel toegestaan in Nederland. Dat was toch ergens in de 19e eeuw of zo. Dus in die tijd dat Schopenhauer het had over de Europese dame. Ik wil maar zeggen: je maakt als mens maar zo'n heel klein stukje mee van het grote gebeuren. Echt een heel klein stukje want wij weten dat de geschiedenis van de mensheid die gaat ja, momenteel de geschreven dus de historie, dat wordt geschreven wordt. Dat is 5000 jaar. Dat is best lang hoor. Door 100 jaar is vier generaties. Dus 1000 jaar is 40 generaties. En dan 5000 jaar is 5 keer 40 is dus 200 generaties. Dat zijn veel generaties. En er komen er heus nog wel, uh, ja, uh, waarom niet nog een keer vijfduizend jaar, waarom niet? En wat gaat er allemaal gebeuren in die vijfduizend jaar? En dan na die vijfduizend jaar gaan er weer, uh, dan hebben we tienduizend jaar historie, nou, dan komt er weer tienduizend jaar historie bij. Zelfs die doemdenkers die dan zeggen dat de zon instabiel gaat worden, die geven ons nog hier op aarde 5 miljard jaar. Dus 5000, 1000, 1000 jaar. Dat is heel veel. 5, 5000, 1000, 1000 jaar. 5000 miljoen jaar. Wauw, dat is een hoop tijd, man. Nee, maar tegen die tijd is de CO2 op, hoor. En dan gaan we allemaal stikken. <laughs> ja, als de CO2 opgaat, dan, uh, dan zijn we reddeloos verloren. Daar heb je hem wel gelijk in. Nee, dan is alle zuurstof uit elkaar gevallen. En, uh, dan komen de dinosaurussen weer terug. Oh ja. En heb je wel de laatste tijd je medicatie ingenomen? <laughs> dus ja, ik weet het ook niet. Ik weet niet wat het doel. Uh, nou, ik denk dat het doel van het leven zal zijn dat alles één wordt. Het doel zal zijn dat er een enorme schoonheid ontstaat. Zo, daar zal het op neerkomen. Een soort eeuwige schoonheid. Een eeuwige schoonheid die zijn weergaan niet kent. En dan begint het hele sodemieter weer van voren af aan. Zoiets. En dat zullen, wij, dat zullen wij allemaal niet meemaken. Natuurlijk niet. We zitten nu in de ontwikkeling. Maar het heeft allemaal een doel, en ieder mens telt, en dat vormt de basis van de moraal, de moraal die je voelt vanuit jezelf. En dan kan dus iemand zeggen van ja, maar ik vind het zelf ook altijd heel plezierig om aardig te doen tegen andere mensen. Ja, maar waarom zou een atheïst dat doen? Ja, alleen dat hobby. En als er iemand is die het dan niet aardig doet tegen andere mensen, dan kan een atheïst dan die persoon toestappen en zeggen van hey, doe eens aardig. Maar als die andere mens tegen die atheist zegt van ja, jongen, heb ik wat van je aan of zo? Heb jij iets over mij te zeggen? Ik doe lekker zelf wat ik zelf zin in heb. Dan kan die atheist alleen maar zijn schouders ophalen en zeggen van oké. Okay. En een gelovig iemand die. Ja, niet dat die uh, de wereld wel kan veranderen en een atheïs niet. Uh, een gelovig iemand die ziet en die oordeelt niet. En die denkt, uh, Romeinen 12, vers 19. De wrake is mij, zei de Heer. En die attendeert mensen die zich misdragen op het gevaar wat ze lopen. En als die mensen dan zo'n gelovig iemand gaan uitlachen, dan haalt zo'n gelovig iemand zijn schouders op en denkt: Nou, ik heb ze gewaarschuwd. En meer niet. Kijk, en die opmerking. Uh, met het doel in het leven en het doel van het universum waarvan ik zeg die is er. En dat zal te maken hebben met uh, het een worden van alles. Uh, en, er, uh, en er ontstaat dan een enorme schoonheid. Dat is wat ik denk. Gokje. En Dan is die andere opmerking van Francis aangaande het begrip orde. En de vraag is dan: is er orde in het universum? Is er orde in het heelal? En, en Francis zegt dan: nee, er is geen orde. Alleen de dood. Ja, de dood is geen orde. Dus hij zegt ergens letterlijk: de dood is de orde van het heelal. Uh, ja. Dat klopt natuurlijk niet. Want de dood is geen orde. De dood is chaos. Daarbij als het lichaam sterft, dan, dan gaan die moleculen zich niet meer ordenen. Ik ben het nu in leven en de moleculen die nu in mijn lichaam zitten, die, ja, de, een groot deel daarvan is pas sinds een paar weken in mijn lichaam. Dus je lichaam wordt voortdurend... Alle, dus de moleculen, atomen in je lichaam... worden voortdurend aangevuld met dat wat je eet. En, en je raakt weer dingen kwijt... doordat je... Ja, huidschilfers verliest. En, uh, nou, neem je... Uh, je bloed, hè. Dus de, je, je bloedlichaamtjes die gaan ook maar zo lang mee... En dan moeten er nieuwe aangemaakt worden. Dus een vriend van mij. Die is dat uh, proces waarbij die bloedplaatjes. en bloedlichaampjes. Uh, allemaal die toestanden. Uh, dat het aanmaken daarvan. Dat, dat werkt niet meer goed. Ja, die heeft een ernstig probleem. En die kan wekelijks. twee keer per week. Kan naar Nijmegen toe. om daar bij getankt te worden. Met donorspul. Anders stikt hij de moord. Ik heb daar geen last van. Bij mij, ik maak gewoon elke dag, of gewoon is helemaal niet gewoon, elke dag maak ik nieuw bloed aan. Niet vijf liter per dag, maar een klein beetje. Elke dag weer opnieuw. En daarom moet ik ook elke dag eten, want ik, ik moet weer spullen hebben om nieuwe bloedplaatjes en nieuwe bloedlichaampjes aan te kunnen maken. Rode bloedlichaampjes, maar ook witte bloedlichaampjes. Kortom, mijn lichaam is een geordend geheel... en mijn lichaam is een onderdeel van het universum. Dus... Ja... Francis Capelle kijkt naar het universum... en die ziet geen orde. Die is zich niet bewust van die ordening... die in zijn lichaam ook plaatsvindt... met die creatie van bloedlichaampjes. En ik wel... En ik weet ook wat het is, eh, met die vriend van mij, die heeft dus niet meer die ordening van die atomen tot... Die, die atomen moeten geordend worden om een bloedplaatje te maken. Snap je? Ik eet gewoon een broodje lever en een, een, een broodje kaas en een, een lekker beetje augurken erbij. Oh, lekker zeg, Aasje. Een beetje mayonaise. Ja, ik stop maar eten in mijn mond. En mijn lichaam zegt, uh, thank you for the junk soy. En die maakt dan hele mooie bloedplaatjes. Heel geordende bloedplaatjes. En die rode bloedlichaamtjes, dat, dat is ook niet niks. Dat is een. Uh, dat hemoglobine wat erin zit. dat is een organische verbinding. met daarin een ijzeratoom. Ja, maak jij het maar even. Ik heb nog nooit gehoord dat ze in de chemische industrie... in staat waren om hemoglobine te maken, hoor. Maar dat is dus ordenen wat het lichaam doet. Hè? Ordo ab is synoniem voor leven. Leven ordent. Daarom is dat ook het credo van de vreemdselerij. Ze zichzelf heel erg levendig vinden. Ik vind het een sterke dode pieren, maar nou, iedereen mag zichzelf allemaal geweldig vinden... Dus hun zeggen dan oordeel op chaos, want dat staat voor het leven. Ja, en hij ziet het niet. Ja. En hij ziet dus ook geen doel in het leven. Ja. Ja, dat kan. Ik herinner mij dat ik. Uh, dat was met de moeder van mijn kind en de scheiding was er al. En, ja, ik woonde al in een aparte woning. Ja. Ik woonde al hier. Ja, maar een puinhooptijd was dat zeg. Heel erg chaotisch, hè? weinig ordelijk. En toen was er de asuitstrooiing van mijn vader. En Die was toen al een paar jaar overleden. Maar we hadden nog as. En dat had mijn zus of zo had dat geregeld. En dan vonden we het leuk om dan die as te gaan uitstrooien. Er hadden die vrouwen verzonnen. Nou, dat was ook eigenlijk wel leuk. En toen liepen we rondom de Amstelveense Poel. Want iedereen, wilde, ja, iedereen mocht een plekje uitkiezen om ergens wat as te strooien. Ik heb dat ook gedaan. En toen liepen we rondom die poel. En toen was er een doorkijkje. En de Amstelveense Poel, ah, dat is best een leuke poel. Hij is ooit uitgegraven voor het veen, dacht ik. Dat ze dat veen hebben gebruikt als brandstof, hè. Dat is een hele grote kuil, die is volgelopen met water. En... Nou, zo is het denk ik begonnen. Het is, maar het is ook een heel moerassig, drassig gebied daar. Ja, veengrond is natuurlijk wel drassig, hè? Ja, ik vind het een mooie, mooie plek en ik heb er hele leuke herinneringen aan. Ontzettend veel uh, gevist, met mijn opa ook. En met de roeiboot heb ik op het meer gezeten. En ook een keer met een rubberbootje van mijn eigen. En die ging toen lek. Ik weet nog precies hoe dat ging, man. En veel gezwommen natuurlijk. En ik, als je zo'n doorkijkje... En toen zei ik tegen de moeder van mijn kind dat hij liep door naast mij. Ik zei, moet je kijken, wat mooi. Kijk je zo tussen de bomen over die plas water en dan zag je meerkoetjes en waterhoentjes en gewone eenden, maar ook rare eenden, mandarijneenden of zo. Allemaal verschillende drafsaaisies, zeggen ze in Amsterdam. Je hebt daksaaisen. Je zit dus boven in de dakgoot. Je hebt Allemaal En Het was best mooi weer. Ik zei: Kijk wat mooi. Toen zei ze: Mooi. Wat een op. Ik was helemaal stom verbaasd. En wat bleek nou? Ik keek dus naar het doorkijkje. En als je dan, dan dat tussen die twee bomen doorkeek. Uh, daarvoor, vlakbij, zo twee, drie meter voor ons, daar stond een prullenbak. En die prullenbak die, uh, was helemaal volgepropt. En ja, er waren wat bakjes ook naast gevallen. Kennelijk had de lokale jeugd daar die avond daarvoor, het was een zaterdag, dus die vrijdagavond. had kennelijk de lokale jeugd daar een samenstroming, scholing, ding met brommetjes ongetwijfeld. Brommetjes en meisjes met nagellak. En lipstick. En die hadden daar eventjes uh, gesnackt met z'n allen. En ze hadden geprobeerd om het allemaal in de vuilnisbak te stoppen. En dat was niet gelukt. Dus er waren ook wat dingetjes naast gevallen. En daar zat zij naar te kijken. Ja. Kijk, we stonden op precies dezelfde plek. Zij stond uh, naast mij. Je gaat mij niet vertellen dat zij een ander perspectief had. Het is dezelfde plek, op hetzelfde moment. En ik zie iets moois. En zij ziet alleen maar die rotzooi. En is dat dan omdat ik blind ben? Nee, ik zie ook die rotzooi. Maar ik denk alleen maar, oh, dat is de jeugd van die jongens met die brommers. En, en die meisjes met die nagellak en die lipstick. En ik, ik zie dat dan helemaal voor me. En ik denk er helemaal geen vervelende dingen bij. En dan denk ik denk van ja, laat die kinderen toch lekker. Huh? Nu zijn ze nog lekker vrij op vrijdag. En dan gaan ze dit doen. Nou, ze dadelijk moeten... En dan komt dat volwassen nog leven. En dan krijg je al die zorgige... Laat die kist er even lekker eten met een berenklauw. Of een berenhap, heet dat, hè? En een Mexicaanootje. Laat die jeugd toch lekker. En dan ligt het, nou, dan ligt het naast het pak en dan in. Door maandagochtend, dan komt er weer zo'n zo man met een snor... En zo'n elektrisch karretje. En die ruimt het allemaal weer op. Nou, maar dan ligt het wel de hele zondag ligt het daar. Nou, als je het echt zo erg vindt, dan ga je naar huis, dan haal je een vuilnisbak sap en dan ruim je het zelf op. Dat doet niet zo moeilijk. Kijk, en dat zie ik dan ook met Francis Capelle als hij dan kijkt naar het universum en ik kijk naar het universum. Ik zie ordening. Ik zie niet alleen een orde die het resultaat is van een ordening die heeft plaatsgevonden, maar ik zie ook dagelijkse ordening. En hij niet. Ik zie een doel in het leven. En hij niet. Tja, dan kijken wij anders. Dat is duidelijk. En ik. Ben niet in staat om ja, zoiets te zeggen als: De enige orde in het universum is de dood. Ja, ik kan het nu wel zeggen, maar <laughs> ja, ik kan dat niet menen. Ik kan alleen maar zeggen: De enige orde is leven. Leven. Is ordenen. Dat is de definitie van leven. Dat is een ordenend proces. En de dood is chaos. Bij de dood valt alles uit elkaar. Dus en kortom, hij en ik zitten qua Taalgebruik helemaal verkeerd om. Hij ziet de dood als ordenend proces en ik het leven. En ik heb gelijk. En hij dus niet. In die zin dat ik het leven als ordenend proces zie. Het leven is en dan ga je zeggen: Ja, maar die jongens, die jongelui, die, die gooiden toch die bakkies, en die lagen dus naast, na, die lagen naast de vuilnisbak op de grond. He. En vind je dat dan orde? Vind je dat dan orde? Ik hoor hem nu al zeggen. En dan zeg ik tegen hem: Nee, natuurlijk, dat vind ik rommelig van die jongelui. Maar maandag komt er een mannetje langs met zo'n elektrisch karretje. En die ruimt het allemaal op. Dus het leven ordent. Ja, die milieuvervuiling dan. Nee. Ja, ik hoor het allemaal wel. Maar het leven is ordenend. Maar ik, ik maak die toiletten schoon. Ja, hoe kan het nou dat ik die toiletten schoon moet maken? Als die niet volgescheten worden? Is dat ordenend wat die mensen doen? Nee, dat is chaotisch. Maar ik maak het toch schoon? En als die mensen er niet zouden zijn die die toiletten vies zouden maken, en ik er niet zou zijn om die toiletten schoon te maken, dan zouden die toiletten tot chaos vervallen. En heel langzaam, er is er niemand meer die naar het toilet gaat. En dan een heel langzame hand vervalt zo'n toilet tot helemaal niks. En dan heb je chaos en geen orde meer. Mag jij ook zo over nadenken? Maar het leven is ordenend en de dood is de chaos. Of chaos is de dood. Snap je? Goed in de gaten houden. Dat was een fijne filosofische, rustige beschouwing. En ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb om vooral met atheïstische mensen in gesprek te blijven. En die mensen te helpen om even dan te zien, hè? net als het voorbeeld van de voormalige partner, nou goed, het is de moeder van mijn kind, hè? Die, die, de moeder van mijn kind die moet geholpen worden om in zo'n situatie niet te blijven steken bij die rommel rondom die prullenbak. En hoe je dat moet doen, weet ik niet. Maar ik weet wel dat die persoon daarbij geholpen moet worden. Omdat het, het alternatief is anders niet leuk. Heb je? Nou. Ik vond het een hele mooie. Ik ga er nog eentje maken binnenkort over het katholicisme. Want daar zegt Francis Capella ook wat aardigs over. Wat ik wel kan gebruiken. Hè? Maar voor dit moment zeg ik tegen jullie: tjus! En dag, ordelijke, levende liefertjes.